Deze video gaat over de nieuwe Simplify tool in 2022. De nieuwe Simplify tool, die wordt veel gebruikt omdat je wil samenwerken met bijvoorbeeld in dit geval Revit. Zoals je ziet, hier is een productieplatform en die is eigenlijk helemaal gemaakt in Revit. Alleen, er zijn altijd bepaalde delen die je dus met Inventor wil maken. In dit geval heb je hier een kraan en een productielijn en dergelijke. Dat zou je toch dat zou je graag willen exporteren. En als je iets exporteert naar in dit geval Revit, want dat is hier gebeurd, er is een export gemaakt naar Revit, dan wil je het eigenlijk vereenvoudigen. Ook deze transportband, als ik die in Revit wil plaatsen, je ziet al meer dat er gebouwen die in Revit gemaakt worden, de behoefte hebben om het constructiedeel wat in Inventor wordt gemaakt, om dat te kunnen, om daarmee te kunnen samenwerken, om dat te kunnen plaatsen. En als je het wil plaatsen in een Revit model, dan heeft het helemaal geen zin om elk boutje en moertje en rolletje te laten zien. Dan heb je een Simplify tool voor. Die is compleet vernieuwd. En deze Simplify tool geeft je allerlei mogelijkheden, allerlei instellingen. Het is vrij simpel. Ik heb hier een voorbeeld. Dit is een deze pomp die zou ik ook in verschillende varianten willen hebben. En een Simplify tool heeft al een aantal varianten standaard. Je kunt bijvoorbeeld medium, dit is medium. Fine, heb je wat meer details. Zoals je ziet, de Simplify tool is ook gerelateerd aan de model states. Want je kan hier de model states, zoals in de vorige video besproken, die kan ik hier met Simplify worden al die verschillende stappen opgeslagen. Dus als ik een heel ruw weer wil geven, medium en fine, dat zijn de model states die kun je gebruiken. Dus de Simplify tool, die geeft je de mogelijkheid om makkelijker te kunnen exporteren naar andere, bijvoorbeeld naar Revit. Dankjewel.